Nou, ik heb eigenlijk lekker geschoren en toen ik ging scheren heb ik alleen hier open gehaald. Ik denk dat jullie ook wel zien. Nou, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ben even lekker video's aan het doen. Maar zaterdag komt apart, zoals jullie gezien hebben, is een apart video gekomen. Laat even weten in de reactie wat jullie ervan vonden of laat het bij die video weten. En vrijdag is 2 video's gekomen. En ik ga dadelijk lekker even, ik ben nu lekker aan een bakje koffie. En ik ga dadelijk even richting Toos en Arie. Ik weet niet of Arie ook aanwezig is, maar ik zie wel. Maar in ieder geval met Toos praten. En wat jullie al hebben gehoord, wat mij daar wel oplucht. En ja, ik vond het zelf moeilijk om over te praten, terwijl dat eigenlijk al, ja, ik wou het kwijt. Ik heb nu lekker ook radio aanstaan. En lekker bakje koffie. En lekker relaxen. En dadelijk even lekker mijn hart luchten. En dan misschien helpt dat. En ik ga nu dadelijk even klaarmaken naar richting Toos. Laten we snel gaan. Nou, ik dacht, weet je, ik ga even de wasje draaien. Moet ook gebeuren. En ik dacht, misschien kan ik dat laten zien. Even kijken hoor. Zet even de camera neer. Wacht even. Even kijken. Want ik pak altijd gewoon een vele was. Gooi ik erin. Shirt altijd binnen buiten. Zijn onderbroek. Sokken. Shirt. Moet je binnen buiten. Doe ik zo meteen even. Zo. Hoppa, even alles erin gooien. En ja. Zo. Alleen kan ik vertellen, alleen witte was. En dat moet erin. Even kijken, hoor, heb ik nog meer? Nee. Dat is het. Alleen de shirt nog en dan gaat de was aan. Dus laten we lekker draaien. En dan laat ik zo zien hoe die draait. Dus ja. Dat zie je nu. Nou, ik dacht, ik wacht nog even met de aanzetten. Want wij zijn nog niet helemaal vol. Ik denk dat jullie ook al kunnen zien. Zo. Ja. Kijk, hij zit nog niet helemaal vol. Ik dacht, ik ga hem even helemaal vol laten. Dus hij hoeft niet aan nog. Dus ik ga weer naar beneden. En ik ga gewoon beneden zitten. En wacht op de video's. Want ik ben met video bezig geweest. Dus ik ga daarop even wachten. En dan voor de rest zie ik wel wat ik ga doen. Dus daarna naar Toos toe. Om 9:30. Dus laten we snel maar wachten op video's. En dan gaan we richting Toos. Maar dan gaan jullie ook nog zien dat ik erheen ga fietsen. Dus ja. Ja, ik probeer zoals jullie merken wel vrolijke video's van te maken. En ik ben ook type die snel over dingen gaat praten. Als ik ermee zit. Dus ja, maar gelukkig hoop ik dat het gewoon de enige wat ik kan vertellen als ik eigen huis dat het veel lekkerder en beter gaat. Maar dat ga je ook binnenkort wel merken als ik een huisje heb. Dus ja, ik wil in ieder geval jullie al excuus aanbieden dat het zo gaat, dat het met mij gaat. Maar ja, het is niet anders. Dus laten we maar even wachten op video's. Nou, ik ben nou richting Toos. En Arie, maar ik denk alleen Toos. Tenminste, ik heb er ook Toos bericht gestuurd dat ik onderweg ben. Ik zou eigenlijk 9:30 daar zijn. Maar het is nou iets later. Maar ik merk, als ik aan het vloggen ben, dat ik gewoon vaak dat niemand om me heen is. En dat ik vaak ga vloggen. Alleen de mensen die ik ken, daar ik waar ga vloggen. En als ik ga buiten ga vloggen bijvoorbeeld, dat ik ze ongemakkelijk voel. En waarom, weet ik ook niet eigenlijk. Dat ik eigenlijk heel leuk vind om te vloggen. En ik ga ook nu maar naar Toos en Arie. Lekker gesprekje houden. En voor de rest zie ik wel wat ik ga doen. Tenminste, na Toos en Arie ga ik naar mijn werk toe. Dus ja, het is best wel koud eigenlijk. Het is natuurlijk winter. En ik ga nu maar naar Toos en Arie. En dan ga ik dadelijk even lekker gesprek houden. Lekker mijn hart luchten, om zo te zeggen. Dus ja, het wordt wel gezellig bij de Toos en Arie. Tenminste, dat is altijd elke dag. Als ik er ben, is het gewoon gezellig. We maken ook wel grapjes tussendoor. En we hebben ook momenten dat we serieus praten.
Maar laten we snel maar naar Tozenhari gaan en laten we gaan. Nou, ik ben al richting IJssel weer, want Toos had onverwachts naar visite, naar iemand toe. En dus om 11 uur zei ze, dus ik, nou, dan ga ik nu richting IJssel. Ik heb een fles water achter hem. Heb ik bij me, want ik had water gekregen. Ik ga nu maar lekker richting huis. Dingen doen op computer, denk ik. Misschien YouTube kijken. Maar ik heb wel, als ik al zo niet zien, ik wou er was doen, maar dat kon niet. Want het was niet genoeg was, zoals jullie hebben gezien. Maar laten we eens nu maar snel mogelijk naar huis toe gaan. Dan ga ik lekker YouTube kijken. Nou, ik heb eigenlijk lekker geschoren en toen ik ging scheren heb ik alleen hier open gehaald. Ik denk dat jullie ook al zien. Ik ben de hele tijd ook met het doekje even de hele tijd aan deppen. Want het is echt irritant dat het gaat bloeden. En ik had daar dus net bericht gekregen van Kim. Ik denk dat jullie ook allemaal last van hebben. Ik weet niet of jullie ook last van hebben. Maar op Facebook is er nu gaande dat via Messenger van Facebook berichten doorgaan door heel Facebook gaat naar iedereen van YouTube, iets met YouTube. Klik daar niet op, maar negeer dat. Laat mij weten als jij bericht van mij krijgt via Facebook Messenger of jij van YouTube krijgt, dan weet ik dat. Want anders heb ik ook virus in de mond. Dat bericht is een virus. Dat kan ik snel bij zeggen. Dus klik er niet op. Negeer het. En verwijder het gewoon de bericht. De gesprek anders. Daar heb je ook geen last van. Zie je niet. En dat wil ik even zeggen. Klik dus daar niet op. En dat is het enige wat ik kan zeggen. Want ik ken iemand nu. Die YouTube, Facebook. Facebook is verwijderd. Gehackt. Dus dat is ook hackprogramma. En dus klik daar niet op, want het is ook virus en wil ik even meedelen. Dus ja, ik hoop dat jullie het niet gedaan hebben of niet gaan doen. En voor de rest ga ik dadelijk richting werk, richting station en dan zie ik wel. En dan lekker, eerst lekker werken. Daarna lekker werken. Niet echt lekker, maar werken. Nou, ik kom net bij Toos en Arie vandaan. Een lekker gesprek gehad, missen. Ja, laat maar zo zeggen. Ik heb wel thuis net snel mogelijk gegeten. Dat is het bakje lasagne die ik gisteren had gekocht. Maar dat had ik lekker gewoon op mijn kamer gegeten. En ja, gewoon op mijn kamer gegeten. En daarna ben ik gelijk weggegaan naar Toos en Arie. Want laten we zo zeggen, ik wil gewoon prikkelingen, alles gewoon. Onrust in mijn huis en daar word ik niet blij van. En gewoon, ja, gewoon niet leuk thuis, moet ik zeggen, laat het zo zeggen. En ik ga nu maar richting mijn huis. Als het goed zijn ze nu aan het slapen. Daar heb ik wat meer, ik zeg, wat minder last van. Ik weet het, ik moet positief zijn. Ik probeer het ook eigenlijk, om meer te zeggen. Maar het houdt van mij ook even op. En wat ga ik morgen doen? Wat ga jullie morgen zien? En dan wordt het een hopelijk mooie, leuke dag. En voor de rest zie ik wel wat ik ga doen. Dus. En laten we nu zo snel mogelijk naar mijn huis gaan. Nou, ik ben nu een tijdje thuis. En wat ik ook nu wil zeggen is dat ik vlog wil afsluiten. Ik heb het nu lekker. En ben ik thuis en dan wil ik mijn vlog afsluiten. Gesprek met Toos, wat ik al zei, heb heel veel geholpen. En ik word daar opgelucht en dan voel ik gewoon, ja, opgelucht eigenlijk, als ik bij Toos zit. En het was wel eigenlijk de bedoeling dat ik gelijk naar Toos ging, had ik in mijn hoofd. En wat ik nu ga doen is vlog afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blauw duimpje omhoog.
Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou tof zijn. Als je beneden op mij abonneert en ben je nog niet op Kim geabonneerd, zou tof zijn. Als je beneden op Kim abonneert, zeg vast veel kijk voor je nieuwe vlog om 6 uur. Zeg ik hierbij, later.